Als we de toekomst serieus nemen, hebben we maar één manier om te bouwen en dat is natuurinclusief. Natuurinclusief bouwen is voor mij dat ik rekening hou tijdens het bouwen, maar ook tijdens het ontwerpen, dat we eigenlijk de natuur gaan herstellen. Je hoort wel eens dat mensen zeggen dat er geen ruimte is voor natuurinclusief bouwen, maar ja, dat is onzin. In Amsterdam alleen al ligt er 12 vondelparken aan ruimte om te vergroenen. In heel Nederland is er 400 vierkante kilometer aan plat dak wat vergroend kan worden. En dan heb ik het nog niet eens over de gevels. Dat het duur is om natuurinclusief te bouwen is eigenlijk een drogge of een onzin discussie. Het niet doen is nog veel duurder. Hè. We moeten al die problemen later gaan repareren. En dus die discussie moeten we eigenlijk op een hele andere manier gaan voeren. Elk huis dat we bouwen moet de wereld weer aantoonbaar beter maken. Hè. En zo moeten we gaan nadenken. We zijn heel goed in om iets uit te drukken in geld. Wat kost het nou om iets aan te leggen? Dat is niet zo ingewikkeld. Maar de opbrengsten, daar hebben we het veel minder over. Op langere termijn is natuurinclusief bouwen altijd voordeliger. Want je doet het goed voor de mens, voor de planeet en voor de dieren. Wij vinden het heel belangrijk om onderzoek te doen naar zowel de voor- en nadelen en de kosten en baten op de korte termijn als op de lange termijn. En op de korte termijn kan dat zijn dat de waarde van je huis omhoog gaat, dat je als bedrijf een beter vestigingsklimaat hebt en ook kosten van wateroverlast en hittestress zijn ook heel erg voelbaar op de korte termijn. Het wordt steeds warmer en in de stad is dat nog extra merkbaar. Dat kun je bestrijden door groen toe te voegen. Groene daken, groene gevels, groene tuinen. Dat leidt ertoe dat het ook in die gebouwen veel aangenamer is. En je ook die airco misschien helemaal niet nodig hebt, een enorm voordeel. Want je kunt daarmee ook energiekosten besparen. We moeten kijken naar hoeveel waarde we toevoegen met onze gebouwen aan de maatschappij, aan de samenleving. Dan is het helemaal niet duur. Dus als we uit een maatschappelijke blik kijken naar zo'n gebouw en al die baten die natuurinclusief bouwen bieden willen oogsten, dan is een verplichting de beste manier om dat te doen. Duurzaam bouwen wordt vaak als duurder gezien, maar het is veel waardevoller. Want we hebben er groot voordeel bij biodiversiteit kunnen we herstellen. We kunnen klimaatadaptief bouwen, wat heel veel kosten scheelt. Misschien scheelt het ook om dijken te verhogen, maar het is ook veel gezonder. Want mensen die uitkijken op groen, hebben veel minder stress en zijn veel gelukkiger. Ja, leuk hè, dat je je gezonder voelt, maar ben je dan ook echt gezonder? Als je een hele groene omgeving vergelijkt met een weinig groene omgeving, dat er 20-25% minder mensen bij de huis komen met dus klachten als depressie en angststoornissen en diabetes. Vind jij het ook belangrijk om in een gezonde groene leefomgeving te leven? Teken dan deze petitie en deel het met iedereen die je kent. Doen hè?